Yo mensen, terug in deze nieuwe video. En in deze video speel ik terug Minecraft Survival. En zoals je ziet staat ons skelet spawner hier aan. En ja hoor. Maar dat was... what the fuck. Zoals je hier ziet is onze railway klaar naar onze basis. Dus nu kunnen we gewoon keisnel naar onze basis gaan vanaf de map spawner. En dan ga ik dit misschien dichtmaken, dat weet ik nog niet. Maar dit is al sinds niet meer nodig. En wat ik deze video ga doen... is, jawel hoor, ik ga terug naar de Nether. Ja, dan gebruiken we nu voor de eerste keer onze railcar. Heb ik hier zo lang aan gewerkt. Het lijkt helemaal niet lang, maar... en ook helemaal niet veel, maar ik heb... Het was eigenlijk echt niet normaal veel. En hier onze automatische deur. Met iron blocks. Dus ja, gewoon badass. Maar dus wat ik van plan was, is om hier een klein basisje te bouwen in onze nieuwe Nether. Gewoon nog een portal naar, weet ik veel, naar ergens. Ja, en dan gewoon kijken waar we uitkomen en daar een tweede basis maken. Dat lijkt me gewoon cool om te doen. Ja hoor, ik ga weer aan mijn saaie kut commentary beginnen. Eigenlijk is de bedoeling dat ik het op een vrijdag opneem. Maar ik neem toch de zaterdag ervoor op. Dus ja, ik ben gewoon fucking bad. No! De wiskunde met mij op school. Want iedereen weet wel, nee eigenlijk weet niemand dat, ik doe dus techniek wetenschappen op mijn school. Dat is de wiskunde van ASO, maar de taal van TSO. Dus ja, daar komt mijn richting een beetje op neer eigenlijk. Wiskunde is dus niet makkelijk bij mij. En ja, af en toe buis je ook wel eens, omdat het gewoon niet makkelijk is. Alleen strevers buizen niet natuurlijk, maar ja, dat is gewoon standaard in elke school denk ik. Niet dat ik strever ben, waarschijnlijk zie ik er ook uit als een strever. Maar just you know, I'm not. Oh... Oké, waarom kan ik dat ding niet raken? Waarom? Ik raak dat toch dik of niet? Oké, eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik de Nether echt wel nog leuk. Ik weet dat niet, de Nether heeft zo wel iets leuk. Oké, ja, die spawn, dat is ook makkelijk. We gaan dat hier zelf steken, mannen. Ja, als ik dit niet overleef, dan ben ik Thunder de Bo kwijt. Oeh, ik heb niet heel een dag, hè. Just saying. Dus wat we misschien nu kunnen doen, is daar een nieuw huisje bouwen ofzo. Ja, en hier ook allemaal farms beginnen en zo. En een nieuwe mine daar. Maar hier wil ik zo'n oldschool huisje maken zo. Ja, welk hout zou ik ervoor gebruiken? Ik was over mijn wiskunde bezig trouwens, ja. Het semester begint en ik dacht, weet je wat? Laten we je schoenen vliegen. En je schoensvest doen. En laten we dat nipt cijfertje van de kerstexamens vergeten. Maar ik dacht, ja, ik ga gewoon met een schone lei beginnen, zoals iedereen. En ik dacht, ik ga gewoon zieke punten halen, zoals nooit. Dus ik dacht, ja, ik ging met een schone lei beginnen. En ik vroeg zo aan mijn vrouw, zei zo, maak oefening 4, dat oefening 6. Dus, chill. En ik vroeg zo aan mijn vrouw van, vrouw, staat die taak op punten? Die vrijdag, ik vroeg dat die vrijdag. En dan, die dinsdag, we moesten afmaken tegen die dinsdag. Ik was van, ah, oké, ja, dat is goed, dan maak ik dat gewoon af tegen die dinsdag. Ik al heel braaf alles in het weekend al gedaan. Op een gegeven moment zegt ze, ja, alles afgeven. Tijdens jullie toets aan het maken zijn, want tegen die dinsdag hadden we ook nog eens een toets. Als jullie toets aan het maken zijn, ga ik jullie dingen verbeteren en op punten zetten. Maar ik zei van, mevrouw, dat stond toch niet op punten? Jawel. En ik was zo van, bruh, dat stond toch niet op punten? Ja, toen was ik geneukt. Ja, dat was dus mijn verhaaltje. En ja, toen had die taak mij dik genaaid. Want ik had dat eigenlijk helemaal niet zo ordelijk gemaakt. Ja, dat is wel mijn levensverhaal. Dus we waren ook zo met zo'n oefening bezig in de klas. Ik weet het, voor één keer wist ik het gewoon wat het antwoord was. Dus ik steek mijn vinger op. Dat is mijn arm. Maar mijn vinger, jullie weten wat ik bedoel. En ik zeg, mevrouw, u moet de eerste formule gebruiken. Ik voelde me echt zo de genius dat ik gewoon voor één keer zoiets wist. Dan zei ze ineens, maar dat kan niet. Dan heb je veel te veel onbekenden. Dan steekt een ander kind zijn hand op. Mevrouw, u moet de eerste formule gebruiken. Ah, goed zo, Niels. En ik was er van, what the fuck? Oeh, die had een enchanted boog. En hij heeft die gedropt. Ah, gewoon punch 1, oké. Ja, daar is al een slime. Daar is nog een slime. What the fuck, die liep snel. Run. Hadden jullie dat gezien? Ja, tuurlijk hadden jullie dat gezien. Ik ben aan het recorden, tuurlijk. Kom maar mee op land, mannen. Kijk, ik heb een kudde slimes gevonden. Lol. Oeh, die komt wat dichtbij. Nu komt die wat dichtbij. Dat is niet de bedoeling. Ja, gewoon optieven, ik zweer het. En nu de big boss. Tololol. Dit is echt grappig. Allemaal zo één voor één dood.
En daar is onze oude portal naar onze oude basis. Dus van lieve jullie vast een blauw duimpje. Abonneer je aan de volgende keer en de volgende keer meer dan. En ja, nog een leuke dag verder.